Suriname krijgt een literaire kanon. Dat is een lijst boeken die voor een bepaalde taal cultureel heel belangrijk zijn. Neerlandica Hilde Neus van der Putten zegt dat elke samenleving dingen heeft die belangrijk zijn voor de natievorming en die moeten in kaart worden gebracht. Ze geeft aan wat de uitdagingen zijn om tot de literaire kanon te komen. Het punt is natuurlijk dat je heel veel partijen mee moet krijgen. Ja? En het lezen is een probleem in het onderwijs. Er is een ontzettende ontlezing. Er is een ontzettend probleem met taal. Ja? Want we gebruiken hier nog steeds de officiële taal, het Nederlands. Wat voor veel mensen toch moeilijk is. We lezen boeken die niet bij ons passen. Ja, dus waar de kinderen zich niet mee kunnen identificeren. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die dus op een rijtje moeten worden gezet. En waar er ook ontzettend veel sprake van is op het moment, is burgerschap, waarden en normen. Mm-hmm. Toch? Ja. Dat is, iedereen heeft het erover. Neus van der Putten wil de literaire kanon gebruiken om het burgerschapsonderwijs in ons land te bevorderen. Ze meent dat er op dat gebied nog veel werk aan de winkel is. Mijn idee is dus om die kanon te gebruiken, fragmenten uit literaire teksten, voor dat burgerschapsonderwijs ook. Ja? Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja, we hebben die teksten. En daarom is die kanon zo belangrijk. Kijk, wij kunnen naar kwaliteit kijken. We kunnen naar maatschappelijk belang kijken. En we kunnen kijken hoe we die teksten dus vanaf de kleuterschool, kikkertje en slangetje, vriendschap, ja. Toch? Ja. En slangetje gaat kikkertje niet opeten, want hij smeert boterhammetjes voor hem. Ja. Ondanks dat mama zegt, weet je, dus in elk boek is wel iets belangrijks te vinden wat we kunnen gebruiken om die waarden en normen bij onze leerlingen aan te kweken in het onderwijs, in de samenleving. Het volledige interview met Van der Putten wordt woensdag uitgezonden in ons programma In Gesprek Met om 5 uur 's middags via 12.1.